Ik moet heel nederig mijn excuus aanbieden. Voor? Oh, wacht. Zet het programma stil. Gaat het gebeuren? Dat gaat mijn imago. Ik heb een hele boze brief gekregen van de advocaat van Dirk Scheringa. Echt waar? Ach. Ik heb onlangs gezegd oplichter. Wie was dat? Een onbekende? Ja, ik kende die man niet. Nee, maar het toontje in de brief verriet wel dat hij heel duur was. Maar ik heb gezegd dat Scheringa een oplichter was. Dat is volkomen onjuist, want Scheringa is daar niet voor veroordeeld. Mm. Maar ik zal vertellen wat er aan de hand was. Begin jaren 90... Je gaat wel je gelijk halen, dat is wel wat je gaat doen. Nee, dat we wel snappen dat je... Nee, Ik ga toch niet met de korte achternaam door het stof. Dan is het goed. Omdat het anders geld gaat kosten of zo. Oh, hij dreigt overal mee. Maar, ja. Zelfs de snor moet eraf. Ja. Kijk, begin jaren 90 kwam die Dirk Scheringa bank in opspraak. Ja. Want heel veel mensen die daar een hypotheek hadden... kwamen in financiële problemen, want die moesten... plotseling veel meer aflossen iedere maand dan dat ze verwacht hadden. Daar is een onderzoek ingesteld. En toen bleken ze een woekerpolis getekend te hebben. Daar kwam uit het onderzoek dat de Dirk Scheringa Bank... die had die mensen niet goed voorgelicht. Die wisten dat niet. Dus dat was een groot probleem. Toen is die bank, de Dirk Scheringa Bank, die is beboet. Niet Dirk Scheringa, maar zijn bank. Toen is Pieter Lakenman, dat was zeg maar de financiële luizende pels... Ja. Die is bij de Wereld Draai Door gaan zitten. En die heeft daar een woedeuitval gehad. Ja. En het resultaat was een bankrun. Ja. Iedereen ging zijn centen van de bank halen. Ja. Ja. En datzelfde jaar in oktober is de Dirk Scheringa... Ja? Hetzelfde jaar in oktober is de Dirk Scheringa Bank failliet gegaan. Ja. Dus alles in de kloten, maar Dirk Scheringa treft geen enkele blaam. Nou, dat is mijn verhaal. Ja. Nou, dat scheelt er heel veel geld dat je dit zo vertelt. Ja. Nou, is Dirk Scheringa ook wel heel blij met dit verhaal, denk ik, of niet?